eroverheen naar Zwerg. De bal stuitert, moet hem even controleren. Gommans met de voorzet. Neemt hem eerst aan, geeft hem dan voor en heeft hem even op. Santi Koller met zijn eerste doelpunt voor Vitesse. En de 1-0 tegen AZ. Mooi uitgespeelde aanval van de thuisploeg. Gommans, die niet die bal blind voortrapt, maar blijft kijken en Koller ziet. Die schiet de bal in. De twee nieuwelingen doen het. Gommans met de assist, Koller met het doelpunt. En Vitesse op voorsprong.